Tweede spoor daarnaast is het Broadway Transair. Die wordt gevolgd door Bitch Buitenzorg, dan Beat It. En daarachter dan de rest van het veld. Waaronder ook Benis Boko, een van de kanspaarden in de start van het peloton. Zo gaan de paarden voor de laatste keer de rechte lijn overzijden. En het is Barry's Boy die leidt. Aan de buitenzijde komt Bambi Boko dichterbij. Die gaat naar de tweede plaats, passeert Bonon Eileen. Daarachter op de vierde plaats Broadway Transair voor Bellagio, Bitch Buitenzorg. En daarachter aan de relingzijde Beat It. Paarden gaan op weg naar de laatste bocht. Tussentijd was nu 20-6. Eerste kilometer 18-2. En het is Barry's Boy die leidt. Barry's Boy, de deelnemer achter hem, staat bekend om een verschrikkelijk stuk snelheid in die laatste meters. En die gaat al een half spoortje naar buiten. En zo zijn ze halverwege de laatste bocht. Aan de relingzijde Barry's Boy. Daarnaast de beste tweejarigen van Duitsland. Dat is Bambi Boko. En daarachter een debutant Broadway Transair. En zo komen ze in de laatste rechte lijn. Aan de relingzijde Ruud Pols. Daarnaast Michael Niemczyk, de Duitse kampioen. En helemaal aan de buitenzijde komt Kees Kamming. Bambi Boko heeft overgenomen. Bambi Boko pakt de lengte. Bambi Boko, gaat hij dat halen met Michael Niemczyk? Daar komt Broadway Transair op de streep. Het is Bambi Boko. Bambi Boko wint met een neusje voor Broadway Transair. En daarachter op de derde plaats Hans Bot met Banker Transair. Vierde plaats was voor Bitch Buitenzorg.